Hallo lieve vissen, leuk dat jullie er weer bij zijn. We zijn aanbeland bij week 40, 3 oktober tot en met 9 oktober. Het kan zijn dat je niet alles kan plaatsen. Haal er vooral uit wat je nodig hebt. Lieve vissen, we gaan eens kijken naar je hoofdthema voor deze week. Ik heb het gevoel dat je op zoek bent naar liefde. Ik heb het gevoel dat je ook twijfelt aan jezelf of je het echt wel waard bent. Dus het is van belang dat je in gaat zien dat je de liefde waard bent. Daarnaast is ook het thema dat het belangrijk is om positief te blijven, knopen door te hakken en hou vooral veel hoop. Richt je vooral op wat je graag wel wilt. Dus stel je voor je bent letterlijk op zoek naar liefde. Wat voor partner zou je willen treffen? En hou hoop en hou vertrouwen dat het echt op je pad komt. Nou, lieve vissen, we gaan eens kijken wat je verder deze week kan verwachten. Wat kan jij deze week verder verwachten? Je bent heel erg aan het groeien en dat kan op spiritueel niveau zijn, maar het kan ook zijn op een ander element. Ik merk vooral dat je mensen wilt beschermen en wilt helpen, maar weet ook dat jij de hulp mag krijgen die jij nodig hebt. Je maakt nu misschien voor je gevoel wel hele kleine mini-stapjes, maar weet dat ieder stapje weer een stapje dichterbij is. Emoties kunnen nog even alle kanten op gaan, maar het is voor jou nu de tijd om je vleugels te gaan spreiden. Beloon vooral jezelf voor al het harde werken. En koester vooral ook tijd voor jezelf. Want je bent soms zo geneigd om te letten op een ander dat je jezelf vergeet. Er komt iemand op je pad die je echt kan vertrouwen. Die je verder gaat helpen. Ik zei net al, ik heb het gevoel dat je ook echt op zoek bent naar de liefde. Het zal me niet verbazen als je langzamerhand zeg maar, steeds meer de liefde naar je toe komt. Wees vooral creatief en kies vooral vanuit je hart, want je bent toch geneigd om uit je hoofd om een beslissing te maken vanuit je hoofd. Wat kan je verder deze week nog verwachten? Ja, het is tijd om jezelf te bevrijden. Dus wat heb je nog nodig? Hou dat vast. Wat heb je niet meer nodig? Laat het gaan. Om zo een nieuw level te gaan starten. En het kan nog wel even voor stormen zorgen voordat het niet helemaal gaat zoals je wilt. Je bent nog even zoekende naar een nieuwe basis. Maar je vindt uiteindelijk je schat. En eigenlijk heb ik het gevoel dat de schat er al is, alleen dat je er bovenop zit en je het vertrouwen eigenlijk niet echt vertrouwt. Je kan je inbeelden dat als je een envelop hebt die op de bus moet en je wilt zeker weten dat het bij iemand terechtkomt, moet je die envelop loslaten zodat de postbode en alles, al die zaken die erbij komen, naar het juiste adres levert. En op dit moment zie ik eigenlijk alsof je die brief vasthoudt in de brievenbus. Ik laat het niet los, want stel je voor dat het toch niet daar aankomt. Het is toch belangrijk om dingen los te laten, om de schat te kunnen openen, om de schat te kunnen zien waar je nu voor aan het strijden bent. Probeer echt meer te stralen en het voelt als een wisselvallige week. We gaan eens kijken welke boodschap ik jou verder nog mag meegeven, lieve vis. Weet dat je alle krachten in je hebt. Jij draagt letterlijk de wereld, maar het is belangrijk dat je ervoor open blijft staan. Durf een sprong te wagen, durf een stap te zetten en hou jezelf niet zoveel tegen. Lieve vissen, ik hoop dat jullie hier wat aan hebben gehad. Wil je een 1-op-1 reading? Neem een kijkje op www.mediumdaphne.nl. Wil je naar een spirituele beurs? Dat kan. Zaterdag en zondag is die in Almere en ook ik zit daar voor je klaar. Wie weet tot dan en verder heel erg bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.